fotografen verzamelen zich al beneden. Veel volk in de spelerstunnel. Maar de strijd is nog echt niet gestreden. Munoz laat hem lopen voor Van der Voort. Wie had dat nog gedacht? Dat het Racing Genk zou kunnen zijn. Union heeft het niet voor elkaar gekregen. Malikwisha neemt over. Ja, vleugelverandering was te ambitieus. Arteaga zit ertussen. Ingooi is voor Antwerpen. Minder dan 3 minuten nog. Jongen, jongen, jongen. Wat een suspense, wat een einde van deze competitie. Buté verlengd, niet verlengd door Alderweireld. En ook weer krampen bij Heijnen. Die het kopduel won, maar hij moet verder doen. Want Avila dropt de bal in de 16, Jansen niet. Wie kan erbij? Bataille maakt zich vrij. Alderweireld trapt en scoort! Oh, Alderweireld scoort! En Alderweireld, oh, hij gaat er binnen! Binnen. Het is Alderweireld! Iedereen wordt gek! Oh la la! Wat een trap! Uitgerekend Toby Alderweireld! Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is die bal met een verwoestende kracht in de bovenhoek jaagt! Wat een geweldige apotheose van deze titelstrijd! Wie kan dat nu geloven? Wat Toby Alderweireld maakt Antwerp kampioen! Dit kun je niet voorstellen! Dit kun je niet voorstellen! Wie heeft dit scenario geschreven? Antwerp is kampioen! Antwerp is kampioen! Via Mr. Antwerp himself! Wat een kogel van Toby Alderweireld! Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.